Hoi iedereen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van EasyTouch. Ik heet Jeroen en vandaag zijn we in Utrecht. We gaan naar de mensen hier vragen of Nederlands volgens hen een lastige taal is. Laten we beginnen. Denk je dat Nederlands een moeilijke taal is om te leren? Ja. Dat denk ik wel, ja. En waarom? Omdat ik zelf dyslectisch ben en weet hoe lastig de Nederlandse taal is. Is Nederlands een moeilijke taal om te leren volgens jou? Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik heb, omdat het mijn moedertaal is, dus ik heb het zelf niet hoeven leren, bewust althans. Lijkt me dat het moeilijker is als je geen Duits spreekt of Engels, dan lijkt het me heel moeilijk. Is Nederlands volgens u een moeilijke taal om te leren? Ik denk dat het een redelijk moeilijke taal is om te leren, ja. Waarom denkt u dat? Nou, omdat er heel veel gekke dingen in onze taal zitten. D's en T's of DT's. Wat niet altijd heel logisch is. Ja. Dus in die zin denk ik dat het lastig is om te leren. Ik heb gehoord dat het inderdaad een moeilijke taal is om te leren. Maar ik weet niet uit eigen ervaring of dat zo is. Ik vind Frans bijvoorbeeld een hele moeilijke taal om te leren. Voor mij is het natuurlijk niet moeilijk omdat ik zelf Nederlands ben. Maar ik heb wel inderdaad begrepen dat het een redelijke moeilijke taal is om te leren voor anders sprekende, zeg maar. En zeker mensen die natuurlijk helemaal geen Europese taal spreken. Want het Duits of zo, dat lijkt dan nog wel een beetje op een Nederlands natuurlijk. Dat hangt vanaf waar je vandaan komt. Wat je oorspronkelijke taal is, denk ik wel beslissend of je dat makkelijk kan leren. Ja, volgens mij is het heel veel de en het is volgens mij hartstikke lastig. Om het verschil en ook, soms halen we woorden uit elkaar en dan komt er weer iets anders tussen. Zoals is weggegaan en dan, dat zit wel in elkaar. Maar gewoon, soms is het gewoon ingewikkeld. Ja. Ik denk dat dat heel erg samenhangt met wat je eigen moedertaal is. Als je bijvoorbeeld, als je moedertaal Arabisch is of Farsi of een andere variant of Chinees, dan is het natuurlijk moeilijk. Maar als je uit Duitsland komt of uit Engeland, dan zou het moeten lukken. Als je interesse hebt, hè? Ik denk het wel. Waar ligt het dan? Ik denk dat de uitspraak dat moeilijk is voor veel mensen. Heel erg. Ja, met klanken en zo, de grammatica, lijkt me echt heel moeilijk. Ik denk als je er niet bekend mee bent, zoals Duits of iets in die richting doet, dat het wel lastig is om te leren, ja. Mario, vind jij Nederlands een moeilijke taal om te leren? Nederlands kan zeker een moeilijke taal zijn om te leren. Afhankelijk van wat je moedertaal is en welke andere talen je spreekt, kan het moeilijker of makkelijker worden. Wat zeker helpt, is om input te krijgen in het Nederlands. Het is natuurlijk niet altijd makkelijk om Nederlandstalige mensen om jou heen te hebben, maar gelukkig heb je EasyDutch. Met EasyDutch kun je op verschillende leuke manieren Nederlands leren. En voor maar €5 in de maand kun je met ons en met andere EasyDutch-leden in het Nederlands communiceren op onze Discord-server. Ben je benieuwd? De links kun je in de beschrijving en hier ergens vinden. We gaan nu verder met de video. Als ik kijk naar überhaupt een andere taal leren, Spaans of Frans, of, dat vind ik al heel lastig. Dus ik denk voor veel mensen Nederlands ook. Ja? Ik heb ook het gevoel dat het voor veel mensen moeilijk is om Nederlands te leren, omdat heel veel mensen hier toch heel makkelijk Engels spreken. Dus dan ga je niet heel snel, ja, Nederlanders gaan dan best wel snel over in het Engels. Dat heb ik zelf ook. Dus ik denk dat dat het ook moeilijk maakt. Dat het niet hoeft, om zo te zeggen. Dus, zijn er nog andere onderdelen die u moeilijk schat voor? Nou, misschien gezegdes en spreekwoorden. Dat zijn natuurlijk ook dingen, maar goed, die zijn in iedere taal wel anders. Maar misschien dat die in onze taal net ietsje ingewikkelder zijn. Het zou zomaar kunnen, ja. De volgorde is anders dan in het Engels of in het Frans. We zetten de volgorde van werkwoorden en zelfstandig naamwoorden en voegwoorden. Dat husselen we een beetje door elkaar. Dat is één. Mm-hmm. Nou ja, we hebben natuurlijk hele rare Scheveningen en zo. Dat zijn echt uitspraken die veel mensen niet kunnen volgen. Ja, ik weet niet of het moeilijker is dan Engels of zo. Maar ik denk wel dat het moeilijk is door die harde klanken. Dus ik weet niet hoe het is als je het schrijft. Maar met spreken denk ik dat het wel moeilijker is. Collega's van mij die nog niet in Nederland komen, die dan heel veel moeite hebben met
Oh, ik snap de Nederlandse grammatica niet eens. Nee, dus ik kan me al helemaal voorstellen. Vooral sommige talen, die lijken er misschien een beetje op. Maar als je dat dan niet hebt, dat het dan nog moeilijker is. Ja, zou je dat toe kunnen lichten? Nou ja, als je al kijkt naar de grammatica, zijn zoveel regeltjes met dt en zo. Dat is al, ja, ik vind dat zelf nog steeds persoonlijk wel eens lastig. De ene heeft ook een talenknobbel en de ander niet. Dus voor de ene is het sneller makkelijk te leren dan de ander, denk ik, ja. D's en T en dat soort dingen. Ik moet ook heerlijk zeggen, ik ben daar ook een beetje lui in zelf. En ik vind het ook niet zo belangrijk. Als iemand daar dingen in laat vallen, dan denk ik nou. D's en T's. Vraag je je af wat onze geïnterviewden daarmee bedoelen? Nou, kort gezegd. In het Nederlands klinkt een D aan het einde van het woord zoals een T. Soms heb je ook DT aan het einde van het woord en dat klinkt ook zoals een T. Nederlandse werkwoorden hebben vormen die op D, vormen die op T en vormen die op DT eindigen. Daardoor kan het soms moeilijk zijn voor moedertaalsprekers van het Nederlands om te bepalen of nou een woord met een D, een T of DT aan het einde geschreven wordt. De 88 prachtige grachten, bedoelt u? 88 prachtige grachten, oké. Okay. Ja, die. Of daar hebben we ook alweer... Leen, welke hebben we? Oh, hij is weg. Wat hadden we ook alweer nog meer? Lidwoorden zou ook kunnen. Daar denk ik niet heel erg over na, maar inderdaad, zeker. Ja. Ik denk ook dat het ligt aan welke leeftijd het is dat je hier komt. Dus als je vroeg komt als kind, is het makkelijker. Mm-hmm. En als je op latere leeftijd komt, is het überhaupt moeilijk om een taal te leren. Dus dat lijkt me ook moeilijker. Ja, en de lidwoorden natuurlijk. De, het, zeg maar, wanneer is het de stoel, de neude, het neude. Nou, dat is natuurlijk een hele bekende. Ja, daar kom je ook denk ik niet zo heel snel uit, behalve als je het meekrijgt van jongs af aan. Moeder sneed 7 scheve sneetjes brood, bijvoorbeeld. Of, ja. Nou, zo zijn er nog wel een paar, ja. Dat is ook de tongbrekers. De tongbrekers, ja. Ja, vooral natuurlijk de D'tjes en de T'tjes. Dat blijft toch een terugkerend ding. Mm-hmm. D's en T's zijn moeilijk als je echt wil gaan spellen. Kan ik zelf ook niet. Het interessante is, ik verdien mijn geld als journaliste. Maar ik heb op school, ik begreep de grammatica niet. Zeg maar het opknippen van taal in theoretische onderdelen, dat haalde alle lol van mij eraf. Het is eigenlijk een wonder dat ik alsnog mijn geld ermee ben gaan verdienen. Ja. Vooral omdat ik het dan ook al niet helemaal snap en dan... Want met welke onderdelen heb jij moeite in het Nederlands bijvoorbeeld? Waar hoort wel of geen N achter, een D en een T? Oh, de tussen-N bedoel je? Ja, dat is de tussen-N inderdaad, ja. Ja, dat soort dingen. Ik ben zelf persoonlijk helemaal niet goed in talen. Dus ik vind grammatica en zo vind ik zelf wel ingewikkeld. Maar ja, ik ben natuurlijk opgegroeid in Nederland en ik heb het van geboorte af aan geleerd. Zo, dan komt ook deze video weer tot een einde. We hebben verschillende mensen gesproken die allemaal verschillende onderdelen van het Nederlands noemden die volgens hen moeilijk zouden kunnen zijn. Van mensen die Nederlands leren, misschien heb jij er ervaring mee, misschien ook niet. Laat in de reacties weten wat volgens jou lastige onderdelen zijn van het Nederlands of juist niet. Als je de video leuk vond, laat een like achter. Abonneer je op ons kanaal, word lid van Easy Dutch. Nogmaals, de link staat in de beschrijving. En dan zie ik je graag de volgende keer.